wat ik later wil worden. Dat is een moeilijke. Weet je, ik wil vooral iets doen dat zin heeft. Een beetje het verschil maken, toch? Samen met anderen, want ik ben wel een teamspeler. En van een beetje avontuur ben ik zeker niet vies. Ja, wat nog? Ik vind ook wel dat je in een job moet kunnen groeien. Dat je moet kunnen blijven leren en beter worden en zo. Hallo, ik ben Vivian. Ik werk hier bijna een jaar als administratief bediende. En ik neem onder andere een telefoon aan. Met CB, goedemorgen. Ja, meneer. Uw bestelling, die formulieren, die documenten zijn binnen. Ik kan u dat nog vandaag opsturen als u dat wenst. Wij kunnen 6 inkomende lijnen hebben. En ik geef die door aan de mensen, of ik beantwoord die zelf. Ik krijg heel weinig telefoons in Frans of Engels eigenlijk. Soms worden er wel Engelstalige documenten gevraagd, maar dat is heel weinig. Dat is eigenlijk sporadisch, zou ik zeggen. En als het een kort antwoordje is, is het geen enkel probleem. En anders schakel ik door naar Martine, want zij is van tweetalig. Ik ben momenteel de e-mailadressen aan het controleren, telefoonnummers. Nicole heeft die allemaal opgebeld, al die mensen. En ik probeer, als ze nog niet in de computer staan, in de computer bij te zetten, de e-mailadressen. En te controleren aan de telefoonnummers en de faxnummers. Iedere dag komt er 3 keer per dag post toe. Ik moet ervoor zorgen dat de brieven bij de juiste persoon terechtkomt. Goedemorgen, ik ben Anne-Françoise van Quickenborne en ik ben callcentermedewerker bij Bruco. Ik ben Mia, ik ben callcentermedewerker van VDAB. Mensen bellen vooral schrijvingen en informatie over opleidingen. Dan hebben we werkgevers, zij bellen om vacatures door te geven. Eveneens over de werking van de website hebben zij nogal wat vragen. Dan zijn er ook de werknemers die zich willen inschrijven, die een nieuwe job zoeken. En ook vragen hebben over opleidingen vooral. Oké, dan ga ik dat even voor u checken. Hebt u een klein ogenblikje alsjeblieft? Verzorgenden en zorgkundigen vormen eigenlijk 1 groep van hulpverleners die erg belangrijk zijn. In tal van hun zijn verzorgenden die bijkomend gevormd zijn en naar voorzieningen toe voornamelijk. Ook in de kraamzorg is dat de essentie. Wij doen eigenlijk alles wat er in hun huishouden gedaan moet worden. Maar de nadruk ligt vooral op het babytje en op de mama. Soms als ik merk dat de mama's heel moe zijn na bijvoorbeeld een zware nacht, dan zeg ik gewoon ook van ga gerust maar een dutje doen. Goedemorgen, ik ben Kathleen van Bellingen en ik ben winkelbediende in de supermarkt GB Tervuren. Welkom op mijn werk. Winkelbediende bij GB vult vooral de rekken aan. Stok nakijken, alles proper houden.
Ja, dat zijn toch de grootste taken van een winkelbediende. En de klanten helpen, ja, vanaf 9 uur. Ja. En nu gaan we dus elk artikel voor het artikel in de gang, dat wij daarna gewoon moeten aanvullen. Goedemorgen, ik ben Marleen en ik werk als onthaalbediende bij Libridis. Wat die job inhoudt, dat laat ik u vandaag zien. Goedemorgen, met Libridis en Marleen. Als onthaalbediende bij Libridis doe ik voornamelijk het ontvangen van de bezoekers die zich hier aanmelden. Dat kan iedereen zijn. Dat kan ook een vrachtwagenchauffeur zijn die de weg vraagt. Dat kan een vertegenwoordiger zijn. Ik moet zeker de telefooncentrale goed kunnen hanteren. Dat moet vlot gebeuren. Je moet juist doorverbinden naar de juiste persoon. Je moet voornamelijk ook de fax in het oog houden, zodanig dat alle faxen die hier binnenkomen, dat ik die dus regelmatig bekijk en doorstuur naar de bepaalde personen. Ik bereid de bestellingen voor alvorens dat ze worden ingegeven. En tussendoor doe ik nog wel wat input voor de retourenafdeling. José Hofman, toestel 11. José Hofman, toestel 11. Of het nu om kinderdagverblijven gaat, onthaalouders of naschoolse opvang, ervoor zorgen dat kinderen zich goed voelen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, dat is de centrale doelstelling van elke vorm van kinderopvang. Dat begeleiders en ouders daar samen werk van maken is een absolute troef. En dat kan 's morgens al beginnen wanneer ouders hun kind komen brengen en bij een kop koffie meteen voor een gemoedelijke sfeer zorgen. Kinderen opvangen is veel meer dan pampers vervangen, een flesje geven of de kinderen gewoon verzorgen. Goedemorgen, ik ben Anne Rechter, momenteel te werk gesteld bij Bontmaison Oost-Vlaanderen. Dit is ons kantoor in Sint-Niklaas. Kom maar mee. Als loketbediende doe ik voornamelijk administratieve taken, het verwerken van dossiers, documenten die binnenkomen, de postverdeling, het verwerken ook van alle gezondheidszorgen die binnenkomen, dus alle doktersbriefjes verwerken, het contacten met de mensen, dus dienstverlening via het loketsysteem en het opzoeken van gegevens zodanig dat je de mensen dagelijks... Goeiedag, ik ben Nancy Smeijers. Ik werk hier in Sint-Trokkes als animatrice. Komen jullie mee even kijken? Marjakke, gaan we met mij mee naar de snoezel? Ja, dat is ja? Goed. Allee, dan zijn we weg. Zal u hier even zetten, hè? Zal ik beginnen met uw handen en bekken te masseren? Ah, zo. Is dat goed? Ja, dat is ja? Goed. Allee. Mijn dag begint 's morgens tussen 8:30 en 9:30. Wij hebben dus 1 dag per week dat wij op de gesloten afdeling voor dementeren helpen met eten geven. Dus dan beginnen wij om 8:00, anders gewoon tegen 8:15, 9:15 zijn wij hier. Vandaag gaan we het actualiteitsuurtje doen, dat is 2 keer per week. En dan lezen wij de krant samen met de bewoners. Goed, gaan we eens kijken wat erin staat. Ja. Ja? Hallo. Ik ben Martin. Ik werk bij CEB sinds 15 jaar als algemeen bediende. Nu ben ik de agenda aan het invullen voor een ganse week. Dus van al de vergaderingen, de afspraken van onze directeur. Als de post binnenkomt, wordt de post gesorteerd. De brieven in principe gaan naar de directeur. Ze worden wel afgestempeld. De dag dat we ze binnenkrijgen. Dat is wel een van de redenen waarom ze zeggen polyvalente bedienen, omdat je een beetje van alles moet kennen. Wat dat er ook is, we krijgen ook wel zeer veel telefoons in verband met informatie over wetgeving, over uurwetgeving, kopen, verkopen, over wat de makelaar mag doen, wat dat hij niet mag doen. En je moet er toch iets van kennen, wat anders kan.
Ik ben Cindy en ik werk in de buitenschoolse kinderopvang te Oostende. Het voornaamste is dus dat je de kinderen de hele dag eigenlijk kan bezighouden, dat ze zich niet vervelen. Dus we doen knutselactiviteiten, kookactiviteiten, poppenkast, we doen uitstappen. Je bent op de bureau bezig, je hebt contact met de ouders, je krijgt veel terug van de kinderen. Het is niet dat je de hele dag hetzelfde moet doen. We zijn ja, voortdurend met iets anders bezig. Hallo, ik ben Ine, verkoopster in de herenboutique Basiel Mannenmode in Aalter. Als verkoopster moet je niet alleen verkopen, maar ook tal van andere dingen, zoals bijvoorbeeld 's morgens stofzuigen. Een volgende dagdagelijkse taak is de vuilbak leegen. Ook kijken of er kortingsbonnen genoeg zijn, dat is nog oké. Plastic zakken, daar gaan we straks ook eens omgaan naar de kelder. En dan gaan we nu eerst de vuilbak leegen.